So I found a new game to play. Thought I told you to stay away, but I see you here anyway. So yeah, guess you're welcome to overstay. Just don't build up your expectations. It's not a good time to test my patience. I don't get in this situation. Cause you're chasing the hurricane.
Ben jij een kei in logistiek? Wil jij ultieme vrijheid voelen op de weg? Of help je graag klanten in de showroom van jouw meest favoriete automerk? In de studio praten over transport en logistiek en automanagement. Ik ben Fabienne en dit is Aventus Live. Yes, yes, yes. Een hele goede avond allemaal. En leuk dat jullie zijn ingeplucht op Aventus Live. Ik ben Judy. En ik ben Fabienne. En we zijn nu live in deze prachtige studio in Zutphen, waarbij we in gesprek gaan met studenten en docenten over de ins en outs van hun opleiding. Mechatronica, transport en logistiek, sport en bewegen, juridisch. Tijdens deze show komen alle opleidingen en studierichtingen aan bod. En stellen Fabienne en ik de vragen die jij misschien wel op een open dag had gesteld. Ja, en heb je nou tijdens deze uitzending vragen? Stel ze dan vooral hier in de chat. Want de vragen die jij stelt, die krijg ik hier binnen op mijn iPad. En de meest gestelde vragen zullen we dan ook gaan behandelen hier in de studio. Want we zijn natuurlijk gewoon hartstikke live. Alle overige vragen zullen worden beantwoord door ons webcare team. En alle praktische informatie over alle opleidingen kun je vinden op de website van Aventus. Maar voor nu kan je lekker achteroverleunen en je laten verrassen door onze studiogasten. Dus blijf kijken, stel je vragen en vind jouw passende opleiding bij Aventus. Dit is Aventus Live. Ja, het komende half uur gaan we in gesprek met de studenten en docenten van de richtingen transport en logistiek en automanagement. Maar er is meer. Er is namelijk ook nog een muzikale bijdrage van onze van rapper Manke en DJ Gio. Maar daarover hoor je later meer. Ik ga nu eerst de studiogast aan je voorstellen. We hebben aan deze kant staan Erik Knoef, docent Hallo. Transport en logistiek. Naast jou staat Denise de Ridder, student manager transport en logistiek. Hallo. Hallo. En dan aan de andere kant hebben we Loek Snijders, docent automanagement. En Gillian Put, student automanagement. Gillian, ja. Automanagement. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Nou, eigenlijk waar het om gaat is, de eerste 2 jaar ga je het verkopen van het vak leren. Dus eigenlijk gewoon als mensen de showroom inkomen, dan ga je naar de klant toe, spreek je ze aan, ga je het hele showroom door, kijken wat het beste bij hen past. En het derde jaar komt echt het management aan bod, dus echt het leiding geven in het bedrijf, hoe het in elkaar zit. En daar ga je ook opdrachten over maken. Ja, wat is voor jou nou een auto die je heel graag zou willen verkopen? Nou, ik loop zelf bij Kia, dus allemaal Kia kopen. Nee, maar het maakt niet zoveel uit. Het gaat vooral om dat je mensen gewoon helpt om wat ze het liefst willen eigenlijk en wat best bij hun past. En ja. Als hun blij zijn, dan ben ik ook blij. Nou, dat is natuurlijk altijd goed. Ja. En Denise, transport en logistiek. Was het nou een opleiding waarvan jij vroeger dacht, dit ga ik nou worden? Nou, eigenlijk niet. Dat is er met de tijd een beetje ingekropen. Doordat mijn vader en mijn broer, die zijn allebei vrachtwagenchauffeur. Dus op die manier ben ik er ook ingerold. Ja, en wat maakt het transport en logistiek nou voor jou zo leuk? Ik vind het transport voornamelijk heel interessant. Doordat het heeft er allemaal mee te maken. Alles moet vervoerd worden. Wat naar de supermarkt gaat. Of ja, eigenlijk alles. En ik vind het heel leuk dat ik daar dan aan deel mag nemen. Ja, en... Sorry, wou je wat zeggen? Nee. Oh, Erik, je bent docent bij transport en logistiek. Klopt. Wat probeer jij nou eigenlijk de studenten echt mee te brengen? Nou ja, het is kijken, logistiek is natuurlijk, dat zit in elke branche, komt dat terug. Of je in de horeca werkt of in de supermarkt of waar dan ook. Overal moeten goederen geleverd worden op het juiste moment, op de juiste tijd, op de juiste plek, met het juiste vervoermiddel. En dat proberen wij door de hele opleiding onze studenten bij te brengen. Of dat nu gaat van logistiek medewerker, die zijn bezig met inslag van goederen in een magazijn, opslag, orderpikken en het verzenden daarvan. Tot de manager die probeert alles in goede banen te leiden en daar ook rapportages van te maken. En uiteindelijk te kijken van waar kan het beter, duurzamer, beter voor het milieu. Dat zijn allemaal zaken waar wij ons dagelijks mee bezighouden. Ja, en Luke, het automanagement, is het dan eigenlijk alleen maar auto's verkopen of zit er meer in? Ja, in principe gaat het over auto. Het is eigenlijk een beetje een management-verkoopopleiding. En er zit een hele grote bak met autosaus overheen gegoten, als het ware. Dus in principe, de basis is gewoon algemeen. Maar wij zijn eigenlijk toch gericht op de autobedrijven. En we hebben net Gillian al zien schitteren voor de camera. Meteen al een goede babbel. Is dat ook iets wat je in je eerste jaar meteen al leert? Ook hoe je praat, ja. Hoe je presenteert? Ja, je hebt natuurlijk vaak talenten. Die hebben al een babbel van zichzelf. En als jij iemand niet wil praten, ga je het ook niet leren. Maar uiteindelijk leren wel de kneepjes in het vak.
En hoofdzakelijk gaat het ook tegenwoordig om een goed advies geven. Ja. Je kan natuurlijk een klant iets verkopen. Dat is misschien niet zo moeilijk, maar een goed advies geven. Daardoor krijg je een tevreden klant. En tevreden klanten komen weer terug. En die brengen ook weer andere klanten met zich mee. Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Herken je dat, Julian? Ja. En ik kan me ook voorstellen dat er wel misschien jongens en meiden zijn die denken, oh, auto verkopen, ik heb een mooie babbel, let's go. Ja. Wat gebeurt er met zo'n student in het eerste jaar? Redden die het? Nou, je moet natuurlijk ook wel iets met auto's hebben. Ja, dat hoeft niet per se, ik had het zelf ook niet. Maar goed, ja, je moet toch iets voelen voor auto's. Toch denken van, ja, het past toch wel bij me. Laat ik eens kijken hoe het is. En je zegt dat had ik zelf ook niet? Ik had zelf ook niet. Nee, Oké. Toch voor die opleiding gekozen. Ja. Bijzonder. Ja. Maar dat is op een gegeven moment gegroeid wel in de opleiding, toen je merkte... Ik merkte wel in de eerste maanden. Dan heb je allemaal klasgenoten, nou, die praten overal over motoren, verschillende types. En toen stond ik daar een beetje achter in de klas van, leuk. Maar je merkt dan wel, als je er eenmaal in verdiept en je praat met de jongens mee, dan maak je zulke snelle stappen. Dus ja, je hoort wel eens mensen zeggen van, ja, als je autovak in wil, dan moet je er echt al in geboren zijn. Daar ben ik het niet mee eens, want ik kom er zelf ook niet uit. En ik ben er nu ook, dus ja. En Denise, transport en logistiek, hoe ziet een schooldag er eigenlijk een beetje voor jou uit? Momenteel loop ik stage, maar voor de coronatijd toen wij naar school gingen, dan hadden we gewoon overdag verschillende soorten vakken. Soms hadden we theorievakken en soms hadden we momenten dat we gewoon voor onszelf konden werken. En nu tijdens de tijden van corona hebben we dat online. Mm-hmm. En nu ondertussen is het ook weer dat we naar school gaan. Deels, inderdaad. Dat heb ik nog niet meegemaakt nu sinds mijn stage. Ja, want jij loopt stage. Waar loop je stage? Ik loop stage bij een transportbedrijf in Veenendaal, Hebing Transport. En wat zijn een beetje jouw werkzaamheden daar? De vrachtbrieven toekennen aan een dossier en daarbij doe ik ook het debiteurenbeheer. En ik doe ook deels administratie van de planning, dus eigenlijk heel veelzijdig. Zou je kunnen zeggen dat het veel cijferwerk is of veel regelwerk of veel ander werk? Het is wel veel cijferwerk, maar het is eigenlijk allemaal systematisch. Oké, dus met een druk op de knop... Is alles geregeld? Ja, een soort van wel, maar niet alles geregeld inderdaad. Nee. En Erik, ik sprak je net ook al even voor de uitzending. Jij vertelde eigenlijk merken we van corona niet zo... Ja, merken we wel wat van in de business, maar heel erg wisselend. Kun je daar kort iets over vertellen? Nou ja, je weet zelf, de ene branche wordt natuurlijk op het moment harder geraakt door de corona dan de andere. Dus op het moment dat de horeca dicht zit, hoeft de grols minder vrachtwagens op de weg te hebben om het bier naar het café te brengen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk andere zaken. De supermarkt draait op het moment... helemaal top. Dus de Jumbo-autootjes, de Aldi-autootjes, ja, die zijn voortdurend onderweg. Die zijn hartstikke druk. Ja. Maar ook waar je het niet verwacht. Als je bijvoorbeeld Ernst Kuipers op televisie ziet... en hij is bezig met het verplaatsen van patiënten van het ene ziekenhuis... naar een plaats waar wel plek is. Dat is allemaal logistiek. Daar moet over nagedacht. Daar moeten vervoersmiddelen ingezet. Mensen moeten verplaatst, afspraken gemaakt. Dat hoort allemaal bij logistiek. Dus ja, zo is de een door de corona wat drukker. Ja. Als dadelijk het vaccin er is, als er geen logistiek is, komt het nooit op de plek. Dus hebben we er niks aan. Dus het is gewoon superbelangrijk dat dat goed geregeld wordt. De productie in de eerste plaats al. De grondstof op de juiste plek. Productiemiddelen op de juiste plek. En dan de goede chauffeurs op de auto. En zorgen dat de producten daar komen waar ze moeten zijn. Ja, want dat leren wij. Ja, want Erik, je noemt nu ook best wel veel verschillende dingen. Dus niet eigenlijk alleen maar bijvoorbeeld supermarkten. Zijn er ook bepaalde misvattingen dat mensen denken over jullie opleiding? Nou ja, misschien wat je wel merkt bij onze studenten is dat ze heel vaak denken dat het alleen over vrachtwagens gaat. En we hebben natuurlijk een perfecte opleiding voor vrachtwagenchauffeur. Die is natuurlijk specifiek geënt op de vrachtwagen. Ja. Maar alles wat verder met logistiek te maken heeft, managementinformatie produceren, al dat soort zaken, dat hoort er allemaal bij. En ook de andere modaliteiten. Je hebt het spoor, je hebt de boot, je hebt het vliegtuig. Je hebt al die onderdelen komen bij ons in de opleiding ruimschoots aan de orde. Ja. Denise, begin jij ook al een beetje een passie te vinden voor een bepaalde tak in de logistiek? Ik hoor heel veel, ik hoor vliegtuigen, vrachtvervoer. Maar waar ligt jouw passie? Het wegvervoer dan wel, inderdaad. Ja. En wegvervoer, dan zie ik vrachtwagens voorbij rijden, klopt dat? Ja. Is het zo simpel of komt er nog meer bij kijken? Nou, het is inderdaad, het is zeker niet zo simpel. Het begint al bij de logistiek in het magazijn en bij de klant.
Het is allemaal van A naar B. Dus het is niet alleen de vrachtwagen die over de weg rijdt. Nee. En kijk, transport is natuurlijk over heel Europa, over de hele wereld. Is het ook zo dat je bijvoorbeeld Engels moet kunnen spreken om de opleiding goed af te ronden? Ik denk dat dat wel een vereiste is. Een vereiste zelfs? Ik denk het wel. Het is zelfs ook, vind ik, heel belangrijk dat je ook Duits en misschien zelfs Frans kan. Het hoeft niet, maar het is voor jezelf wel makkelijk. Maar dus jij spreekt al een woordje Frans? Nee, ik zou het willen. Kan nog komen, hè? Ja, inderdaad. En Luc, hoe zit dat dan bij automanagement? Krijgen jullie daar ook veel talen? Nee, eigenlijk Engels. Er zijn wel mensen, je kunt keuzedeel, kan je ook Duits kiezen. De bedrijven, leerlingen, studenten die van het grensgebied komen, die zeggen, ja, we zouden toch ook wel Duits willen leren. Dus dat is wel een mogelijkheid eigenlijk. Maar in principe, dan Engels heb je wel genoeg. Ja, en Gillian, dan ben ik toch eigenlijk best wel heel benieuwd. Want wat is nou jouw beste verkooptruc? Als je die mag verklappen. Ja, dat is een hele goede vraag, eerlijk gezegd. Ja, ik weet niet, het is gewoon het gevoel wat je hebt bij iemand. Elke klant is anders. Je hebt bijvoorbeeld mensen die zijn heel open, maar je hebt ook mensen die zeggen helemaal niks. En dan moet jij het proberen eruit te krijgen. Maar een verkooptruc, nee, die heb je niet. Nee, tenminste, ik heb hem niet. Nee. En bij de Kia-dealer, word jij ook al gewoon als verkoper naar voren geschoven? Mocht je eerst nog even meekijken met de collega's? Ze gooiden me best wel een diepe eigenlijk, vanaf het begin. Ja, het was nooit echt, met de handjes me achter de rug meelopen, zeg maar. Ja. Maar goed, in het begin moet je wel veel zoeken. Je weet natuurlijk niet veel over het merk. Maar in de loop van de tijd krijg je er steeds meer gevoel bij. En dan wordt het steeds makkelijker. En op dit moment dan, mijn stagebegeleidster vraagt dan wel aan mij van, nou, hoe ging het? Wat heb je gezegd? En dan, dat is dan wel begeleiding die ik dan krijg. Maar verder, moet ik het zelf doen. Ja. Ja, en want wat ik me ook een beetje afvraag, hoe ziet, zeg maar, een dag voor jou eruit op stage? Nou goed, heel veel mensen hebben denk ik het beeld bij autoverkoop van die zit achter een stoel, achter de computer en als er iemand binnenkomt gelijk erop afstappen. Nou, het kan best chaotisch zijn. Leuk logistiek bijvoorbeeld, komt ook een beetje bij kijken. De auto's worden gebracht. Nou, dan moeten ze allemaal goed neergezet worden, niet dat ze op de verkeerde plek staan. Vervolgens moet je ze zorgen in het systeem zetten dat ze binnen zijn. Dan moet je de werkplaatsen informeren dat ze er zijn, dat ze dus alles erop en eraan kan wat aan moet gebeuren. En zo kan een hele dag doorgaan. Mensen helpen, klusjes van anderen oplossen. Wat heb je nog meer? Ja, het is heel chaotisch. Ja. Ik kan het zo even niet zeggen, maar soms zijn de dagen best wel goed door. Ik heb al een stelling die ik jullie heel graag wil voorleggen. Namelijk, over 10 jaar rijdt de helft van de Nederlanders in een elektrische auto. Eens of oneens? Misschien ben je een beetje voorbarig. Maar ik denk wel dat er alleen nog maar elektrische auto's verkocht worden dan. Ja, maar gemiddeld is een auto 11 jaar die nu rondrijdt op de weg. Dus het zal niet zomaar dat alle benzineauto's en dieselauto's van de weg af zijn. Dat geloof ik niet. En bereiden jullie studenten ook al een beetje voor op die transitie of die verandering die misschien wel gaat komen? Elektrisch rijden bijvoorbeeld? Ja, daar zijn we heel druk mee bezig. We hebben ook contacten met bedrijven om te kijken door een beetje de vooruitgang. Door een beetje aan kunnen sluiten met het bedrijfsleven. Want ook het internet heeft natuurlijk zijn intrede gedaan. Hè. De klant die gaat eerst voorbereiden op internet en dan komt hij naar de showroom en dan zegt hij, nou, die auto wil ik. Wat geef je voor mijn inruilauto? Zo gaat het een beetje. En daarvoor is al een heel traject dan eigenlijk gesloten door een leadopvolging. Vraag online, vraag hij dus alle informatie op. Het bedrijf die belt dan de desbetreffende klant op. En zodat hij dus dan aan de showroom komt en dan kunt de verkoop beklonken worden, eventueel. Ja, en van het docententeam, hoeveel docenten hebben ook echt wel hun sporen in het dealership gehad? En hoeveel komen meer uit de praktijk of uit de theorie? Is er ook echt veel praktijkdocenten? Ja, best veel. Ik kom zelf ook uit het bedrijfsleven. Ik heb daar 16 jaar in gezeten, ook uit de autobranche. Dus gelukkig weet ik er ook wel vanaf. En is een beetje de helft van de docenten die komen wel uit de praktijk, uit de branche. Ja, dat is wel fijn. Pijn lijkt mij toch? Ja, docenten die weten wat ze hebben. Ja, want we hebben natuurlijk wel de verkoopopleiding, maar we hebben ook nog een stuk in de after sales. En dat is ook eigenlijk, hebben we het altijd over verkoop, maar de after sales is eveneens belangrijk om de werkplaats goed te begeleiden en dat de auto's veilig de weg op gaan. Dus. Ja. Ja, en is het ook zo dat je bij automanagement ook nog een beetje onder de motorkap gaat kijken? Ja, we krijgen ook autotechniek. Wij noemen het autotechniek light.
productkennis, zeg maar. Daarom, ja, dat, wat ik net al zei, je moet de klant kunnen adviseren. En als je natuurlijk nergens wat vanaf weet, dan kan je een onzinverhaal ophangen, zeg maar. Maar dat, ja, dan ga een keer fout en dan krijg je allerlei slechte reviews op internet. En dat is niet gunstig voor je verkoopaantallen, denk ik. Dus nee, maar zeker gaan we ook kijken, ook elektrische auto's, ook kijken van wat zit er nu onder de motorkap en waar kan je dingen aan herkennen en wat gaat er vaak kapot. En kunnen ze ook advies uitbrengen naar de klanten toe. Mooi. Ja, en Erik, jullie hebben ook een vrachtwagenchauffeuropleiding. Hoe zit het dan met het rijbewijs? Want als je begint met studeren, ben je een jaar of 16, 17 misschien? Het rijbewijs haal je via een traject. Dat doe je veelal door een BBL-stage te lopen. En dan bij het transportbedrijf ook het rijbewijs te halen via een rijschool. Dus wij geven zelf niet les op de auto, wel alles eromheen. Maar de praktijk leer je bij een rijschool. Ja, en bij jullie bij de opleiding, hoe is een beetje de verhouding tussen theorie en praktijk? Ik kom zelf uit de praktijk. Overigens heel veel van mijn collega's ook. Die komen echt uit het bedrijfsleven. Dus ze hebben zoals wij met de poot in de klei gestaan, maar die weten waar het over gaat. En dat vind ik ook wel heel belangrijk. En we hebben onze opleiding is ook veel meer praktijkgericht. We hebben nu aan de Kaaiersdijk, dat is een klein eindje bij ons bij school vandaan, een praktijkruimte. En waar de leerlingen dus echt in de praktijk leren met de heftruckrijden, met een elektrische pellettruck, met een handpellettruck, maar echt boel in de pellets in de stelling zetten eruit. Want praktijk is gewoon heel belangrijk. En aan de logistiek medewerkerskant is de praktijk echt een heel groot gedeelte. Aan de managementkant wordt het wat meer theorie en wat minder praktijk. Dus dat schuift een beetje in elkaar over. Ja. Ja, mooi om te horen. Natuurlijk heel jammer dat we nu niet bij jullie in de werkplaats kunnen kijken. Ja. Want de kijkers thuis zijn misschien ook wel nieuwsgierig. Ja, hoe ziet die school er dan uit? Aventus heeft verschillende locaties in Apeldoorn, Zutphen en Deventer. Helaas kunnen we die niet kunnen laten zien. Maar we hebben wel Iris, onze reporter, op pad gestuurd. En die heeft op onze verschillende locaties een aantal studenten gevraagd hoe zij de sfeer in school ervaren. Dus ik zou zeggen, kijk mee! Hoi, mijn naam is Iris Rotier en vandaag ben ik bij Aventus in Zutphen. Met 200 plus opleidingen valt er behoorlijk wat te kiezen bij Aventus. Maar no stress, we got your back. Het belangrijkste is dat jij je los van je studiekeuze helemaal thuis bij ons voelt. Bij Aventus ga je veel leren over jezelf, over je doelen en over de toekomst. Ja, dit zal niet altijd makkelijk gaan, maar wij zijn er om je te helpen. Want uiteindelijk willen we dat jij je nieuwe opleiding leuk vindt. En dat je vol zelfvertrouwen alles gaat leren over je toekomstige beroep. Cool, hè? En nu gaan we door. Het is tijd voor de ervaringen van onze studenten. Ik heb mijn studiekeuze gemaakt omdat ik eigenlijk al vrijwilligerswerk liep in een jongerencentrum. En dat heel leuk vond, waardoor ik dus meer van wilde weten. En daarom is deze opleiding ervoor. Ik heb mijn studiekeuze gemaakt door eerst gewoon naar de open dag te gaan. Nou, mijn allereerste schoolmaand, wat ik me goed kan herinneren, is dat we de eerste dag dat ik op school kwam voor mijn verpleegkundige opleiding, gingen we in het praktijklokaal zitten en er lagen allemaal figuranten in bed. En toen zeiden ze, nou, gaan ze maar helpen met wassen. Mijn eerste maand op school vond ik heel spannend, maar ik heb wel meteen mijn beste vrienden, die ik nu nog steeds heb natuurlijk, leren kennen. En natuurlijk wennen aan alle lessen en hoe het hier op school gaat. Nou, als ik klaar ben met mijn studie, dan denk ik dat ik toch meer richting de marketing en de reclame kant op wil gaan. Dus ik wil wel gelijk zoeken naar een baan. Ik hoop dat ik jullie een beetje een goed beeld heb kunnen geven van Aventus Zutphen. En voor nu kan ik zeggen, terug naar de studio. Ja, Iris, weer heel erg bedankt voor je inkijkje in onze school. En Julian, dan vraag ik me ook best wel af, want hoe is de sfeer nou bij jou op de opleiding? Ja, super top. Ja, we zitten met best veel jongens in de klas, er zit ook een meisje bij. Maar ja, het is altijd gezellig, altijd leuk, altijd over auto's praten. Nou goed, als de docent dan een keer aandacht nodig heeft, nou goed, dan geven we die hem ook. Maar nee, echt superleuk. Ja, ja, ja. Het is moeilijk om jullie stil te krijgen. Ja, ja. Ja, en, ja valt mee. Denise, jij loopt nu stage, maar daarvoor ging je natuurlijk naar school. Hoe was de sfeer bij jou in de klas? Ja, heel goed. Wij hebben een kleine klas. Het is sowieso een kleine afdeling en dat maakt het wel heel gezellig en knus.
Ja, en een kleine kas, denk je dan ook dat je beter kan concentreren? Ja, misschien wel. En inderdaad dat je per leerling meer aandacht krijgt. Een klein klasje is 15 leerlingen? Ik denk dat het er 14 zijn. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ik ben ook wel nieuwsgierig hoe je nu de sfeer op je stage eigenlijk ervaart. Dat is eigenlijk heel goed. Ik werkte er al, dus dat maakt het ook alweer fijner. Ja, en er staat ook iets voor je, een klein vrachtwagentje. Kan je daar misschien wat over vertellen? Ja, nou, ik heb dit meegenomen omdat het dus inderdaad transport en logistiek is. Dit is het vervoergedeelte en dat is het opslaggedeelte. En het spreekt eigenlijk natuurlijk wel voor zich. Ja, wat zou ik er nog over kunnen vertellen? Ik denk dat het al duidelijk is. Heb je nog de droom om ooit ook je rijbewijs te halen voor vrachtwagenrijden? Die heb ik al. Die heb je al? Ja. Oh, nice, in de pocket. Ja, zeker. Dat is heel leuk. Ja. En wat zijn de essentiële spullen, materialen die een autoverkoper eigenlijk nodig heeft? Stropdas, mooi pak. Ja, kan. Ja, ligt eraan ook natuurlijk wat het bedrijf wil, hè? Natuurlijk. Ik hoef zelf als stagiair geen stropdas op. Ook geen colbertje aan, maar toch gewoon een blouseje aan. En gewoon netjes erbij lopen, zeg maar. Gewoon mooi voor de klant, zeg maar. Ja. Ja, en wat denk je een beetje na je opleiding te gaan doen? Wil je nog verder studeren? Of? Nou, ik ben nog 18, dus ik zit natuurlijk nu in mijn laatste jaar. Dus ik ga hier nog wel HBO doen. Ik denk dat het altijd wel goed is om door te studeren, dus dat ga ik doen. Want aan wat voor HBO-opleidingen moet ik een beetje denken? Ja, vooral marketing, commerciële kant op. Toch wel, mm-hmm. Vooral die richting op eigenlijk, ja, economische kant. Ja, ja. En Denise, hoe zit het bij jou? Heb jij al een beetje een toekomstperspectief? Na deze opleiding wil ik gaan werken, maar een vervolgopleiding is wel mogelijk. Maar ik ga dat niet doen. Nee, want Erik, en wat voor vervolgopleidingen moeten we dan een beetje denken? Ja, er zijn natuurlijk diverse opleidingen. Je zou richting HBO kunnen natuurlijk, logistiek. Maar je zou ook bedrijfskunde, economie. Ja, dat zit allemaal in onze opleiding, zit dat bij in. Dus daar kun je dan verder in specialiseren op HBO-niveau. Maar daar is onze opleiding een prima voorstation, ja. Maar ook als je besluit te gaan werken, is het ook een prima opleiding om op die manier in de logistiek te rollen. Dus dat, ja, want dat zie je ook veel studenten die misschien blijven hangen naar hun stage? Ja, en zeker. We hebben natuurlijk nu even met die crisis te maken. Maar er was erg veel vraag naar mensen in de logistiek. En die zijn nog wel. Niet alleen in de loods, maar ook op planning, ook op managementniveau. Dus heel veel, er werd echt aan stagiaires getrokken. Die kregen al een arbeidscontract, terwijl hun diploma nog niet binnen was. Wow. Dus Moet ik zeggen, we hebben ook hele goede stagiaires. Dat is Denise een voorbeeld van. Maar er zijn bedrijven zijn daar heel blij mee. En Mooi. Die kunnen echt hun bijdrage leveren. Ook door de studieopdracht die ze krijgen. Bijvoorbeeld nu in het laatste jaar moeten ze de RINE, risico-inventarisatie, evaluatie, moeten ze doornemen bij het bedrijf en weer aanscherpen, zorgen dat die weer helemaal up-to-date is. Dat is natuurlijk prachtig, want anders komt het er misschien niet van of komt het op het tweede plan. En daarom zijn ze blij met onze stagiaires. Ja. En misschien een vraag voor jullie beiden, maar zien jullie bij de eerstejaars veel jongeren die al precies weten wat ze willen? Of merken jullie dat er ook nog wel jongeren zijn die eigenlijk geen idee hebben, maar ineens in aanraking komen met transport en logistiek en zoiets denken van, ja, dat is eigenlijk wel heel vet. Nou, mij viel het wel op dat veel niet per se iets hadden met transport en logistiek. Oké. Okay. En die gaan naar een open dag, of die spreken dan een student, of die horen een student zoals jij, en dan ineens zijn ze enthousiast. Oh, goed om te horen. Ja. Hoe is dat bij jullie? Bij jullie eerstejaars, bij jullie instroom, zijn het veelal studenten die verkoop willen worden of wel iets met hebben met auto's of ook wel nog vrij blanco jongeren? De meesten hebben wel iets met auto's. Ja, toch wel. En dan gaat het vaak niet om de techniek, maar dan gaat het vaak om de modellen. Vaak heel duur, heel snel. Dat weten ze beter dan ik. Dus eigenlijk was Julian een uitzondering. Iemand die nog helemaal niks met auto's had en toch ervoor is gegaan. Ja, die zijn er ook wel, maar die halen meestal de opleiding niet. Die haken voortijdig af. Ja. En Julian is eigenlijk de positieve uitzondering, wil ik zeggen, maar wel positief die zich gemanifesteerd heeft om toch gewoon de autowereld te kruipen en het een beetje vast te pakken. Want dat doet hartstikke goed. Ja, mooi om te horen. Zoals beloofd, Fabienne had het al aangekondigd, we hebben vandaag een muzikale bijdrage. De heren die lopen al naar de draaitafel, naar de microfoon, heel fijn. We hebben namelijk in de building DJ Gio en Manke. En zij gaan op dit moment een muzikale performance geven. Heren, zijn jullie er klaar voor? Yes, hoor ik. Ik zou zeggen, let's go.
Ja, we gaan weer even een feestje bouwen in de zaal. In de studio, iedereen lekker meedansen. Wordt gewaardeerd. Alleen maar leuk. Yeah. Hey. Klaar stomen voor je toekomst. Wij gunnen wat je toekomt. Klaar stomen voor je toekomst. Klaar stomen voor je toekomst, maar we gunnen wat je toekomt. Ja, nee, wat je op je pad komt. Aventus help je met de juiste skills, want we weten zeker dat het goed komt. Shape the world is onze great. Aventus help met wat je nog niet weet. Horeca, techniek of IT, het maakt ons niet uit. We helpen je mee. Klaar stomen voor je toekomst. Zuigen naar wat je toekomt. En nu iedereen een mooi dansje gooien. Gooi een mooiste dansje. Kijk wie het mooiste dansje kan. Iedereen zegt hey. Iedereen zegt ho. Dank jullie wel. Ja, wij hebben hier natuurlijk al een aantal vragen gesteld. Maar de kijkers thuis, die hebben ook nog vragen gesteld. Dus we gaan door naar de FAQ. En dan is de eerste vraag voor automanagement. Want hier vraagt Finn wat het grootste verschil is tussen de opleiding verkoopmanagement, after sales managers en verkoopadviseur mobiliteitsbranche. Oké. Nou, de adviseursopleidingen zijn niveau 3, ja. Die duurt 2 jaar. En de managersopleidingen zijn niveau 4 en duren 3 jaar. En de verkoper is echt de sales, dus echt het verkopen van auto's. En after sales, dat wordt zeg het al, is dus na de verkoop. En eigenlijk als de klanten dus naar de garage komen, dan handel jij dat af. Dat zijn de after sales. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een beetje zeker niet onbelangrijker. Want als die klant bij jou binnen blijft, dan koopt hij misschien na een jaar of 4 weer een andere auto bij je. En ja. Zo is de cirkel rond. Nou, super. Dit is geen vraag, maar Erwin die zegt dat hij erg trots is op zijn vriendin. Dus dan ga ik ervan uit dat jij dat bent. Oh, dat is lief. Even kijken. Hier vraagt Tatum aan jullie. Als je een BBL-opleiding doet, ga je dan gelijk de eerste week van school beginnen met werken? Ja, sterker nog, als de opleiding begint, moet je een arbeidsovereenkomst hebben met een bedrijf. En dat betekent dat je dan 4 dagen werkt inderdaad en 1 dag bij ons op school komt voor de theorie en alle aanvullende dingen. Ja, dus vanaf dag 1. Dat geldt ook al voor 16, 17-jarige jongeren die al meteen aan de bak gaan. Ja. Ja? Wauw. Ja, en hier vraagt ook iemand hoe het dan zit met het bedrijf zoeken voor die stage. Helpen jullie daar als schoolzijnde mee? Jazeker. Ja. En zeker bij de bolopleiding. En je merkt op het moment natuurlijk door de crisis wordt het wat lastiger. Aan de ene kant omdat het werk hier en daar wat afneemt. En aan de andere kant ook omdat bedrijven voorzichtig worden. Ze willen ook niet Jan en alle man over de vloer. Planningen die van huis uit gaan werken tegenwoordig. Administraties die van huis uit werken. Dus dan wordt het wat lastiger om een stageplek te vinden. Dus wij moeten inderdaad als docent en als team ook ons BPV-bureau hard aan de bak om bedrijven te vinden. Daar helpen we de studenten zeker mee. Ja. 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 En dan is de laatste vraag nog voor jou, Luc. Hier vraagt Dylan, als je niveau 2 hebt afgerond, kan je dan in een bepaald leerjaar instromen in niveau 3 of 4? Of moet je dan weer helemaal opnieuw beginnen? Ja, dat ligt eraan. Wij kijken altijd, heeft de opleiding raakvlakken met onze opleiding? Mm-hmm. Als ik een voorbeeld mag geven, wij hebben niveau 2 studenten autotechniek. En die hebben dus, kennen het autobedrijf al, die hebben de technische achtergrond van de auto's al. En die mogen dan in jaar 2 niveau 3 instromen. Maar als je het bijvoorbeeld, ik noem maar wat, even verzorgende gedaan hebt in niveau 2, dan heb je totaal geen raakvlakken. En dan zeggen we, ga een niveau of jaar 1 beginnen. Dan kan je het beste dan het beste leren. Ja, okay. Tot slot, studenten, hebben jullie misschien nog wel een tip voor middelbare scholieren die nu op het punt staan, of niet op het punt staan, maar die dit jaar bezig zijn met het maken van een goede studiekeuze? Heb jij nog een tip, Julian? Ja, als je iets met auto's hebt, maar toch niet helemaal denkt van, ik heb er eigenlijk toch nooit echt een band mee gehad. Ja, je kan het proberen, want ik heb het zelf ook gedaan. Het is zelf ook goed gekomen, dus laat jezelf nooit, hou jezelf nooit tegen. Zeg maar. Gouden tip dit. Jij, Denise? Mijn tip, nou lees je goed in op de website. Daar kun je alles denk ik al vinden omtrent je opleiding.
En je weet zelf denk ik wel welke richting jou het meest interesseert. Dus ga vooral daarbij kijken. Heel mooi. Dank jullie wel. Gasten, studenten, docenten, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage deze avond. En de kijkers die nog ingeplucht zijn, heel fijn dat jullie hebben gekeken. Heb je zelf nu nog vragen, dan zit ons webcare-team op dit moment klaar op de socials om jouw vraag te beantwoorden. Kijk je deze video nou terug op YouTube, geldt eigenlijk hetzelfde. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen om jouw vraag beantwoord te krijgen. Daarnaast, ik hoorde het hier al, Aventus Live, op Aventus, de website, kun je ook heel veel informatie vinden over de verschillende opleidingen. Heel veel succes met jullie studiekeuze dit jaar. Go get 'em. En wie weet zien we jullie volgend jaar op Aventus. Ja, en de volgende livestream is om 7:45. En dan gaan we door naar de ouderavond. Dus als jouw kind naar het mbo gaat, dan zou ik zeker even kijken. Tot zo. Bye bye. Doei.